Welkom bij deze nieuwe video. Ik geloof niet dat je deze video sneller een like kunnen geven dan dat wij in het zwembad springen. En de like challenge begint nu. We gaan naar de duikplank. We gaan er naartoe. En yes! Vandaag spelen wij een Roblox game, waarbij er verschillende soorten dingen gebeuren in het zwembad. Zeg maar, er zijn verschillende soorten creepypasta's die kunnen spannen, verschillende soorten cartoon karakters. Misschien wel SpongeBob die al het water in het zwembad absorbeert, of Patrick die het, I don't know, opdrinkt. We gaan het zien. Vandaag in ieder geval een nieuwe video waarin wij gaan kijken wat er in dit zwembad gebeurt. Ik ben heel erg benieuwd. Alright, dan gaan we. 3, 2, 1. Het allereerste is vliegende haaien. Oh nee, ik blijf in het zwembad. Ik ga gewoon onderaan in het zwembad. Oh nee. Oké, luister. Oh, dit wist ik niet. Haai. Laat me met rust. Oh nee. Oh nee. Ik weet het niet zeker, maar het ziet eruit dat de haai het niet voor elkaar krijgt om mij in te maken. Oh. Misschien is dat iets wat ik in eerste instantie nog niet had moeten zeggen. In ieder geval, dit is super gaaf. Het zijn... Wat? Oh nee! Oké, natuurlijk. Het zijn vliegende haaien. Dus ze kunnen ook letterlijk uit het zwembad vliegen. Ik weet niet of ik daar vrolijk van word. Kijk, leuk zou natuurlijk zijn als we hier gewoon ergens bikinibroek zouden tegenkomen. Ik zie een ijsklontje met een Roblox-speler erin. Een soort van dat tenminste. In ieder geval... De volgende disaster is er over een kleine 20 seconden. Ik weet niet, er is iets wat de hele tijd aan het schudden is. Oké, ik heb het probleem opgelost. Dat waren twee bekers die tegen elkaar stonden. Oké, wat gaat het zijn? Ik ben super benieuwd. Nog 10 seconden. De eerste disaster waren dus vliegende haaien. Maar wat is het tweede? Oké, daar gaan we. 3, 2, 1 en het is... Mr. Bob's House. Wat is dat? Wat? Oh, het is een huisje. Oké, en van wie? Ja, oké, van Bob. Nee, niet jij. Bob Zwaaiden, hoe je dat ook zegt. Wow, wacht, wat? Er staat nog bedankt op de muur geschreven. En schijnbaar gaat Mr. Bob televisie kijken. Super nice, Mr. Bob. Veel plezier daarmee. Nee, dit is toch geniaal. En wat is er gebeurd met de Nemo-fish? Ik dacht dat de Nemo-fish altijd oranje was. Oh, dit is zo grappig. Dus elke keer in dit zwembad gebeurt er weer iets anders. En wanneer er iets anders gebeurt, dan houdt het dus in dat er iets anders op de bodem van het zwembad spant. En ik vind het eigenlijk best wel grappig, want in eerste instantie toen ik dit spel joinde, toen dacht ik bij mezelf van... Wat is dit? Dit is toch gewoon letterlijk een mini-zwembad met een paar muren eromheen, maar nee... Het is meer dan dat. Oké, het is gewoon letterlijk een mini-zwembad. Want eigenlijk is het mini-zwembad meer een dekmantel voor alles wat hier beneden te vinden is. Oké, de volgende disaster, dat is de leider van het zwembad. En wat is dan precies de leider van het zwembad? Er zou nu iemand gespand moeten zijn. En... Oh nee! Of, wacht, zijn dat spelers? Dat zijn spelers, right? Ik denk dat dat spelers zijn. Ik zag heel even geen name tag. Dus ik dacht van misschien is dat een soort van bad guy of zo. Is hier boven iemand waar ik niet vanaf weet? De leider van het zwembad. Oh! Dat is de leider van het... En dat is toch dezelfde jonge man. Gele jonge man. Die in eerste instantie in dat huisje zat van Mr. Bob. We zijn ingemaakt. We zijn ingemaakt door de leider van het zwembad. Ja, dat kan. Weet je, ik bedoel, je ziet het misschien niet aankomen, maar het is gebeurd. Oké, de volgende disaster. Oh, ik vind hem ook wel zo schattig. Kijk dan. Het ziet er ook zo grappig uit, want hij kijkt zo nog echt zo van... Oeh, oeh. Dat is letterlijk hoe hij kijkt. In ieder geval 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. En wat is het? Het is Sprite Cranberry. Sprite? Dus... Oh! Er is een... Ja, jij wilt erin. Ik wil ook kijken wat daar binnen is. Ja, tenminste, het is een blikje van Sprite met de smaak van cranberry. Dus ik denk dat als we er naar binnen gaan, dat we Sprite vinden met de smaak van cranberry. Maar ja, dit is inderdaad best wel awesome. Een mega blikje frisdrank op de bodem van het zwembad. Alleen, ik moet zeggen, de moeilijkste disaster tot dusver. Dat moet wel. Dat moet. dat moeten wel de haaien zijn geweest. Zeg maar, een blikje frisdrank kan lastig zijn. Vooral wanneer je het omstoot, want dan plakt het zo helemaal. Maar nu valt het op zich... Oh nee! Oh nee! Ik dacht dat dat eerlijk gezegd alleen een blikje frisdrank onderaan de bodem was. Maar er lagen overal blikjes frisdrank. Oké. Ik ben benieuwd wat het volgende is. Wat we gaan meemaken. Zijn het haaien? Is het de koning van het zwembad? Of is het iets anders? We gaan erachter komen in 6, 5, 1. En wat is het? Het is Sonic Speed. Sonic Speed? Wat houdt dat in? Gaat er iemand... Oh nee. Sonic. Wat doe jij bij het zwembad? Oké, de laatste keer dat wij iemand aan die kant van de map zagen... heeft hij ons ingemaakt. Dus het lijkt mij verstandig dat we voorzichtig zijn, maar... Hoi Sonic. Leuk dat je er bent. Ik wist niet dat je ook aanwezig zou zijn op het zwembadfeestje. Je hebt je in ieder geval wel aan de dresscode gehouden. Waterblauw. Super nice. Trots op je. Sonic. Sonic. Dat is niet de Sonic Speed die ik ken uit de videogames en van de verhalen. Daar is Sonic... En niet... Maar nee, het was awesome. Alright, dat was in ieder geval de disaster van deze keer. Want ik heb zo'n idee... Nou, hij gaat niet terugkomen, oké. Ik denk van misschien komt hij dan toch nog ineens... terugrennen of zo, maar... Dat is niet aan de orde. Oké. De volgende disaster zit er aan te komen. Over een kleine 10 seconden gaan wij zien wat er gebeurt. Of over 5 seconden om precies te zijn. Of over 10 seconden om precies te zijn. Of over 2. Of over 1. En het is... Nee! Sonic! Oké, luister. Ik kan me voorstellen dat jij zwemfeestjes leuk vindt. Maar serieus, 2 keer achter elkaar... Literally, come on. En je hebt geen eentje zwemkleding bij je. Dat is toch wel het minimale wat je had kunnen doen als je wist dat je... Nou, oké, dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Want ik heb mijn meloenpakkie nog steeds aan. Maar hé, misschien is mijn meloenpakkie wel hartstikke waterbestendig. Wie weet, wie weet. In ieder geval... Als ik een zwembroek zou halen, dan is het een watermeloen zwembroek of een hamburger zwembroek of in ieder geval een Roblox zwembroek. Sonic is weer weg en dat betekent de volgende disaster. En eerlijk gezegd, Sonic is awesome en hij is van harte welkom, maar ik hoop niet weer dat het Sonic gaat zijn, oké? Deze keer mag het van wat mij betreft wel iets anders zijn. Maar dit is toch super gaaf. Stel voor, er zou in het echt een zwembad bestaan dat het vanaf de bovenkant er zo uitziet. Maar als je naar beneden gaat... Dat is toch gewoon amazing. Ik vind het er serieus super gaaf uitzien. Oké, 10 seconden. Ik verstop mijzelf alvast achter het muurtje. 5 seconden. 3 seconden. 1 seconde. En wat is het? Het is Nine Cat. Oh nee. Oh nee. Nine Cat. Wat doe jij daar? Eerst is het zon... Oh nee. Ik heb zo'n idee dat we voorzichtig moeten zijn. I don't know why, maar... Het blijft een regenboogkat. Ja, die regenboogdingen doet, dus we moeten voorzichtig zijn. Minecat, ik vind je awesome. En ik vind het cool dat je gemaakt bent van een pop-tart. Dat is geloof ik echt waar. Hij is gemaakt van een soort van wafel. En ik zou graag een pop-tart willen om te eten. Want dat is wat je met pop-tarts doet, toch? Denk ik. Maar in ieder geval, wat heeft dit te maken met het zwembad? Like, legit. Tot nu toe hebben we een paar dingen gezien die zeg maar op de bodem van het zwembad spanden. En dat was logisch, want we zitten in het zwembad. Maar Nine Cat die er een soort van naast spant, heeft er weinig mee te maken. Oké. Moment van de waarheid. Ik ben benieuwd wat het volgende gaat zijn. Wat hoop jij? Als jij nou iets zou mogen laten gebeuren in dit zwembad als een soort van ronde zijnde, hoe zou jouw bedachte ronde er dan uit? Laat het mij hier beneden weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Alright, there we go. En het is Five Nights at Freddy's. Oh nee. Oké, luister, dit is extra creepy. Want zeg maar, je kunt nu heel goed zien wat er onderaan in het zwembad te vinden is. En de Five Nights at Freddy's karakter, die zitten niet onderaan het zwembad, maar die zitten dus weer aan die kant. Ik zie Freddy. Spam in de comments, Freddy, als je Freddy ziet. Ik weet zeker dat de meeste mensen hem niet zien, maar ik zie Freddy daar letterlijk staan. Like, no joke. Oh, dat is zo creepy. Oh, dat is zo... Hij staat daar... Stel voor je bent in het zwembad en je ziet Freddy ineens... Ik ben ook in het zwembad vandaag. nee! Of ik bedoel, hé, Sonic is uitgenodigd, Minecat is uitgenodigd, dus Freddy ook, maar meer van... Het is creepy. Ik ga nog even lekker duiken. Bedankt voor het kijken. En oh ja, bedenk een leuke naam voor ons ijsblokjesvriend. Oké, weet je, nog één laatste ronde. Gewoon even om te kijken wat er gebeurt. Maar ik ben nu benieuwd aan het worden naar alle mogelijke dingen die wij in dit Roblox zwembad kunnen tegenkomen. Dus de allerlaatste ronde in 10 seconden. Ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Want nogmaals, ik heb het jullie al vaker van, maar wat hoop je dat het gaat zijn? Ik hoop dat het water verandert in slime. Kijk, dat zou nou nog eens awesome zijn. Maar is dat ook aan de orde? Nee, het is een worm. Oh, wat? Wow. Oh, het is een... Tot de volgende keer. Adios.